Oké, nog 5 dagen. Doei. Doei. Maar Joeri, jullie hebben een nieuwe wagen, dus daar kom ik even voor kijken. Ja, klopt. Het is inderdaad een nieuwe wagen. Die is bedoeld voor elke zaterdag hier in Middelburg op de markt te komen staan. En in de zomer gebruik je die op de zomermarkt? Ja, in de zomer ook op de zomermarkt. Om je denkt aan Houtenlanden, Oostkapelle, Renesse. Maar als ik hem zo zie, dan het eerste wat ik dacht, van, die is net zo groot als de andere wagen, maar hij is toch kleiner? Ja, hij is net iets kleiner, het is gewoon ongeveer 1,2 meter. Maar hij is zo gebouwd dat hij inderdaad precies hetzelfde lijkt als de andere. Ja, want je klapt eigenlijk gewoon alles uit, hè? Hier zo met, ja, bij die andere hebben we ook een uitschuifluik erin gebouwd en die schuift zo uit naar achteren. En is het voor jullie gewoon ook lekkerder werken met... Ja, die andere was wat minder werk. En, die was wat smaller. Smaller, klopt. Ja, nou, lekker overtje erin. Een ruimte overtje erbij. Hey, ben jij de man, jij rijdt op al die wagens of ja, niet? Jij hebt gewoon al je grote rijbewijzen. Grote rijbewijs, kleine grote rijbewijs. Ik mag alles rijden. Ja, daar heb ik ook Remco, die heeft ook speciaal hier voor een rijbewijs moeten halen. Ja, rij jij er ook op? Tuurlijk, dezelfde vergoeding. Ja, ja, dat is heel mooi. En is er ook nog andere handel bijgekomen of is dat gewoon hetzelfde gebleven? Gewoon hetzelfde gebleven. Ja, ja, we hebben tegenwoordig ook Zeeuwse roomboten, babbelaars. Oh, oh, lokale producten. Ja, ik heb hier een blikje. Verpakkingsblikken en zelf vullen. Nou, ja, lekker. Okay, dat heb ik nog niet gezien. Ja, ik wens jullie veel succes ermee. Goed, geniet ervan. Wel.